Yo mensen, Jaras hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to 5 Kill Weapon Swap KAM Strike Challenge. In deze serie moet ik natuurlijk om de 5 kills van wapen wisselen en daarmee moet ik de KAM Strike halen. Dus 5 kills met de Vector, 5 kills met de FKS, 5 kills met de KZ, 5 kills met dat en 5 kills met dat. Totdat ik de KAM Strike heb en ik mag niet meer of minder kills maken dan 5 met 1 wapen. Ik heb vandaag ook een andere tactiek zoals je zelf... Zoals je zelf ook al kan zien, want ik heb namelijk op dit moment de support package aanstaan. Ik speel bij de week Kill Confirmed op Mav Freeval. Maar ik heb op dit moment de support strike package aanstaan. En wat ik dus wil gaan doen, is ik wil gewoon kills halen. Steeds 5 kills dus met een wapen en dan weer doorgaan. En wat ik dan kan doen, is ik kan ook... Als ik 5 kills heb gemaakt met een bepaald wapen, kan ik nu ook... Een nieuw wapen gaan pakken met de ammo box die ik aan heb staan. Dus dat is het grote verschil nu. Ik moet nu 5 kills gaan maken met die klote peepie gun wat ik in mijn handen heb. Zit hier nog iemand boven te cammen, dus ik kill ik even. Waar zit je precies? Oh, hij is al weg, joh. Kut. Oh, nee. Oh. Wajo. Ik moet dit even rustig aan doen hoor. Wacht heel even, jongens. Er zit er namelijk één achter me aan, dat zei ik. Ik mag nog één kill maken met deze PDW, dan moet ik een ander wapen pakken. M9. Nee, die wil ik niet. Ik heb zo'n ammo box, ik moet die gaan gebruiken, man. Oké, geef me een ander wapen. Geef me een chill wapen. Vector, nice. Oké, nice. Even mijn set, kom ook neerzet. Oké. Wow! Zo, we staan alweer 10-0, man. Nog 15 kills te gaan en hebben we de KM-strijd. Kom op. Op blijven letten nu. Waarom moeten er 3 lopen, man? Oh, ik dacht ik ga er even wat sneller op af, want... Oh, waarom de... Kut, Jan. Je moet er niet te snel op afrennen. Kijk maar, want ze staan er allemaal ons op te wachten, man. Omdat ze soms gewoon kaart aan de spawntrappen zijn hier, dus... Dat is zo... Oh, waarom begin ik erop af? Ik zie ook helemaal niks meer hier, dus de grote ding dat naar beneden flikkert. IED op mijn kop hier, oh. Er zat nog een enemy naast me ook. Teammate, zit een enemy... Teammate. Jonge, teammate. Even zonder grappen. Oké, ik mag nog 1 kill maken met deze klote vector. Nou ja, klote vector is het niet, dus ik pak even dit vestje. Dan geef ik mijn vestje alweer. Leuk man, een vestje oppakken. Oké, nu moet ik deze box neergooien. Dan moet ik daar een wapen uithalen. Dan moet ik daarmee door gaan killen. Een minigun! Kill hem! Ik weet niet of ik hiermee een KM-strike kan halen, maar kill hem. Oh, kill hem, dit is nice. Dit is nou nog eens chill. Oké, let's go. Nog 1 kill hiermee. Oké, ik moet weer een ander wapen. PDW, geef maar. Maakt me niet zoveel uit. Oké. Okay. Ik heb nog een nieuwe ammo crate, dus ik kan nog een nieuwe wapen proberen te pakken. Oké. We zitten weer op een 10 streak. Een SVU. Dat is een Marksman Rifle. En even eerst die setcom neerzetten, want die hebben we ook wel nodig. Oké, zo. Oeh, kijk ze allemaal lopen, man. Ze komen allemaal via dit gangetje daar, oh. Oh. De gebouw flikkert weer naar beneden. Oké, dat is 1. Zitten er nog veel meer daar te campen, jongen. Dat is niet normaal. Wow, dit wapen schiet slow, man. Waarom schiet dit wapen zo fucking traag, Call of Duty? Wie de fuck heeft dat wapen in dat spel gepropt, man? Ik speel mijn hele R2... Wow, de voice crack. Dat was één harde voice crack. Oké, dat heeft niemand gehoord. Ik wou zeggen, ik speel mijn hele fucking R2 vol. Echt klik. En dat godganse kutwapen schiet nog ineens, man. Ik zat op een 13 streak of zo. Godverdomme. Oké, nog 1 kill. Teammate. Oké, volgende wapen minigun. Oké. 5 kills maken met de minigun. Dat moet werken. 1. Goed zo, teammate. Je hebt een kill, jongen. Applaus voor jezelf. 2. 3. Oh, dat is je teammate. Oh shit, sorry. Oh, teammate. Oh, jongens toch. Ik sta 32 of 4. Ga zo lekker, maar... Ik haal die kun je straks niet. Kom op. Okay, we hebben een vestje aan. We hebben een setcom op de grond staan waar we helemaal niks aan hebben in dit spel. Maar goed, het staat wel op de grond. Er is 1. Kom aan nu, man. Kutcamp was 2. Oké, kom aan. 2 kills. Meer kills. Concentratie nu. Kijk op die minimap.
3. Waar de fuck is deze en... Waar ben je nou naartoe gegaan? Wow, 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 wow. Kan je nog slechter internet kopen of niet? Holy shit, ik heb je wel, vriend. Oké, dat was nummer... Oh, ik zit iets aan het ding neer. Oh, kut, ik mag niet meer kill... Ik heb 1 kill te veel gemaakt. Sorry, ik ga gewoon door. Fuck it. Volgens mij... Het gaat... Tot hoeveel kill confirms gaat het? Oké. 65 dus. Ik was het vergeten, man. Ik dacht... Oh, shit. Ik dacht dat het 75... Maar het is 65 op dit spel. We hebben echt een heerlijk potje neergezet, jongens. 38 om 4. We hebben een 11 streak gehaald, een 13 streak gehaald, een 12 streak gehaald, een 7 streak gehaald volgens mij. En een KM strike is er niet van gekomen. Maar het is wel een mooie tactiek. Dit is wel echt een mooie tactiek. Dus ik ga deze tactiek vol blijven houden. Want die vestjes die zijn super handig. Setcoms. Daar ga ik niks over zeggen. Ze zijn fucking kut. En hey, mooie emblem. En die ammo pack die is echt heel erg chill, man. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet me natuurlijk niet te liken voor meer. En over een paar dagen zijn we weer terug met de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer maar weer. Bye bye, man. Wow, ik heb dik. Bye bye, man.